Met nog 5 weken tot de verkiezingen beginnen de campagnes op stoom te komen. De politici gaan de straat op om hun standpunten te presenteren. Blijf op de hoogte van alle politieke ontwikkelingen met het RTV Dordrecht verkiezingsjournaal Dordrecht kiest, dat iedere werkdag wordt uitgezonden. Aanstaande zondag staat het tweede debat op het programma. Het is de beurt aan ChristenUnie SGP, SP en Gewoon Dordt. Ze schuiven in het Onderwijsmuseum aan tafel bij presentator Thijs Blom om het te hebben over de economie. We moeten zorgen dat er echte banen komen voor een echt salaris en niet participatiebanen met behoud van je uitkering. Want daarmee kom je niet uit de armoede. En niet alles ophangen aan vrijwilligerswerk, want het is precies wat de meneer zei. Als alle vrijwilligers het pand uitlopen, dan is het werk er nog wel. Maar waar is het geld waarmee de salarissen betaald kunnen worden? Maar je kunt pas over werk praten maar dat geld is als je misschien echte wel banen niet. Hebt. Nee, het gaat niet zozeer over of dat geld er wel of niet is. Er is gewoon niet nu voor iedereen een baan. Dus hoe wil je nou omgaan met de mensen die dat nog niet hebben? Dus die nu nog geen baan hebben. Moeten die dan maar thuis blijven zitten? Dat hoor je mij niet zeggen dat die thuis moeten blijven zitten. Maar moeten ze echte banen verdringen door vrijwilligerswerk te doen? Daar wordt ook goed misbruik van gemaakt. Hè? Mensen die afgestudeerd zijn, die mogen nog stage gaan lopen. Je bent afgestudeerd jurist. En dan mag je op een advocatenkantoor eerst nog 2 jaar stage lopen eer dat je een baantje kunt krijgen. En dat is van de gekken. Daar wordt gewoon misbruik van gemaakt. Ja. Ik denk dat we allemaal wel de effecten van zien. En ik denk ook dat we het er allemaal over eens zijn. De economie gaat weer vooruit. Dus heel veel mensen met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt, nou, die weten zich wel te redden. We zien nu gewoon ook een aantal mensen die het echt niet redden zonder hulp. Ja. En dat kan soms zijn onderwijs. Soms ook de combinatie zoeken tussen mensen die in zorg zitten, in onderwijs, maar ook slecht wonen. Kortom, een hele hoop dingen bij elkaar. En ik denk dat we alleen op die manier mensen weer vooruit kunnen helpen om zelf die verantwoordelijkheid te pakken. Het hele debat wordt zondag vanaf 6 uur uitgezonden op TV Dordrecht. Niet alleen bij RTV Dordrecht worden debatten georganiseerd. In de RANK kwamen donderdagmiddag de partijen bij elkaar om het te hebben over het ouderenbeleid. Dat we moeten kijken of we de verbinding kunnen leggen tussen, laten we zeggen, dagverblijven, tussen seniorenflats en scholen. Om op die manier voor de ouderen ook aansluiting te laten vinden bij jongeren. Want we kunnen van elkaar leren. En een van de andere dingen is het vervoer. Wij zijn, u weet het wel, geen echte voorstander van openbaar vervoer. Maar we hebben in Dordrecht iets fantastisch, dat is namelijk de Drechthopper. Je kan wel eens zeggen, ze komen wel eens laat, maar ze zijn er wel. De titel van ons partijprogramma is We doen het weer samen. En met we bedoelen we iedereen, jong en oud. We hebben daar 3 speerpunten voor. Burgerparticipatie, bestuurlijke vernieuwing en duurzaamheid. Dat zijn uitgangspunten waarmee wij weer denken dat we het echt weer samen kunnen doen. Dat je niet midden in je leven staat, moet niet betekenen dat je niet midden in de samenleving staat. En waarom is dat weer samen meedoen nou zo belangrijk? Nou, daarvoor wil ik even onze koning citeren. Wanneer mensen zelf vormgeven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Dat vinden we mooie woorden en wij als de Dordtse Partij vinden het heel belangrijk dat ouderen en de mensen om hen heen zelf moeten meedenken over de stad en zelf zoveel mogelijk de regie moeten hebben. ChristenUnie SGP staat voor de menselijke maat, ook voor het ouder worden. Mijn opa en oma, begin ik dan maar even mee, zijn heel verschillend. De ene opa en oma die woonde al heel vroeg in een bejaardentehuis. Het was een tijd waar men gewoon zich dan heel vroeg inschreef. De andere opa en oma bleven heel lang zelfstandig wonen met hun eigen moestuin. Een stoel halverwege de trap om uit te rusten, halverwege om naar boven te gaan. Mijn ouders zitten in een hele andere tijd. Zij wonen verder weg. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant, woon al erg lang hier in Dordrecht. Maar zij wonen nog in Valkenswaard, best wel ver weg. Ze zorgen ervoor dat ze de buurt kennen. Ze zorgen ervoor dat ze zoveel mogelijk bijblijven met de apps, met computer en wat iets meer zij. Sowieso willen we dat de ouderen en ook de jongeren zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. Dat zij zelf kunnen beslissen wat ze doen en wat ze willen. Je moet als mensen langer thuis wonen, zal je ook de faciliteiten daarop aan moeten passen. Wat we de laatste tijd gemerkt hebben, is dat als mensen uit het ziekenhuis komen, kunnen we ze niet kwijt. Want er zijn te weinig plekken in verzorgingstehuizen, er zijn te weinig plekken in verpleegtehuizen. We zitten hier nu vanmiddag met de senioren bij elkaar.
Maar we vinden het belangrijk, we moeten er zijn voor de senioren, maar voor alle leeftijdsgroepen. Want als het goed gaat met de jongeren, is dat ook goed voor de senioren. Als ik even kort kijk naar ons programma, dan is in ieder geval heel erg belangrijk wat we net al aangaven. Het gratis openbaar vervoer voor 65+. We willen dat in stand houden. Niet alleen omdat we denken dat kunnen de senioren niet betalen, maar vooral om die mobiliteit te bevorderen. Er zijn zat 65-plussers die zelf nog prima naar de stad zouden kunnen rijden met de auto, maar dat bijvoorbeeld niet doen omdat ze dat vervelend vinden in verband met de drukte, of omdat ze geen zin hebben om daar ook nog eens 6 euro parkeerkosten voor te betalen. En door inderdaad dat gratis openbaar voor 65-plus in stand te houden, is het veel makkelijker voor alle senioren om inderdaad even in de stad op vrijdag naar de markt te gaan om lekker wat koekjes te halen en inderdaad daar niet de auto voor te hoeven pakken. Ik ben een echte senior, dat kan vandaag niet iedereen zeggen, behalve natuurlijk u hier allemaal in de zaal. Maar ik ben ook jeugdig begonnen. 44 jaar geleden mocht ik in de raad verkozen worden voor de gemeente Gorinchem. Dus ik loop al een poosje politiek mee. En ook dat heeft zijn voordelen. Het CDA is een gezinspartij, is een partij voor jongeren, voor mensen van middelbare leeftijd en zeker ook voor ouderen. Want we weten niet beter dan dat ouderen, het is al gezegd, zijn ons goud waard. En die hebben recht op een goed en menswaardig leven. Samen sterk, samen oud worden, dat is wat we allemaal willen. Actief, gezond en hopelijk heel lang oud worden, zeg maar, met elkaar. Dat is niet allemaal gegeven aan ons. Het gaat allemaal op een andere manier. We hebben het niet allemaal voor het zeggen in ons leven. Maar we hebben al wel veel meer, zeg maar, te zeggen in ons leven over het ouder worden, hoe we willen leven, dan heel vroeger. Want ook mijn opa en oma woonden in een piepklein verzorgingsflatje aan de Nassauweg. En er werd alles verzorgd. Zodra ze, zeg maar, de pensioengerechtigde leeftijd, zoals dat toen heette, hadden, verdwenen ze in een heel klein hokje. Ik kwam er overigens met heel veel plezier. Ik begreep het allemaal nooit. Tenminste, het was voor mij heel natuurlijk dat dat zo was. Het was klein allemaal. Dat is allemaal verdwenen. We moeten allemaal lang en zelfstandig blijven wonen. Aan de andere kant denk ik ook wel eens, of denken wij, zijn we op sommige plekken niet helemaal doorgeschoten. Aandacht heelt wonden en ik denk op gebied van de ouderenzorg dat er de laatste jaren heel veel wonden geslagen zijn. Want wat we hebben gezien is dat de harde bezuinigingen op de ouderenzorg geen goed hebben gedaan. Want daar waar we mooie verzorgingshuizen hadden, die zijn gewoon gesloten, weggehaald. En daar zitten nu mensen gewoon in een flatje alleen thuis met bijvoorbeeld 10 minuten zorg per dag van de thuiszorg. En ja, we zien in de praktijk gewoon dat het, de eenzaamheid onder ouderen ontzettend is toegenomen. En ja, wij als SP vinden, als we dan heel hard blijven roepen van mensen moeten per se langer thuis wonen, laten we dan ook zorgen dat er woningen komen waar dat ook kan. Als het gaat om zorg en welzijn, vinden we in ieder geval dat de mens voorop moet staan en niet de financiën. Dat zien we de laatste tijd heel vaak. Dat eerst gekeken wordt naar de financiën en vervolgens naar de zorg. En dat willen wij dus dat het andersom is. Wij willen dat vast goed betaalde en deskundige personen aan het bed. Onze ouderen verdienen dus goede zorg en onze zorgmedewerkers ook. Dus ook meer wijkverpleegkundigen. Dus werkdruk moet omlaag, zieke en oudere mensen krijgen meer zorg. Werken in de zorg moet weer aantrekkelijk worden. Thuiszorg en al de andere zorg, dat is de laatste jaren natuurlijk flink uitgebuit. Dus dat willen wij, dat dat weer terug gaat. Wonen. We vinden het belangrijk dat woningen levensloopbestendig worden gebouwd, zodat mensen niet gedwongen worden te verhuizen vanwege lichamelijke beperkingen. Er komen wat ons betreft, daar heeft u het over, experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Een van de grootste uitdagingen van de komende jaren is om een flexibel en gedifferentieerd aanbod te creëren voor ouderen. Het is zo dat de wereld van de ouderen, dat heeft u allemaal gemerkt, die is de afgelopen decennia heel erg veranderd. Ik herinner me nog goed dat in mijn jeugd twee oud-tantes van mij, zodra ze 65 waren, gingen ze het bejaardenhuis in. Daar hebben ze nog vele jaren gelukkig geleefd. Tegenwoordig wordt het ene verzorgingshuis na het andere
wordt gesloten. Daar zijn wij tegen. Wij vinden dat mensen die graag naar een verzorgingshuis willen, dat die mogelijkheid moeten krijgen. Mensen die noodgedwongen naar een verpleeghuis moeten, dat is geen vrije keuze, dat begrijp ik. Maar het moet wel zo zijn dat dat in de eigen stad mogelijk is. Daar is een wachtlijst voor, begrijp ik op het ogenblik. En dus vinden wij dat er in Dordrecht een nieuw verpleeghuis bijgebouwd moet worden. Van alle debatten eigenlijk die op de planning staan, keek ik naar deze misschien wel het meeste uit. En dat heeft ermee te maken dat ik hier gewoon heel makkelijk kan vertellen vanuit eigen ervaring. Ik ben opgevoed door mijn opa. Daar heb ik lang gewoond. Dus ik heb het hele proces van ouder worden van heel dichtbij meegemaakt. Van het moment dat het fietsen lastig wordt en er misschien een rolstoel of een scootmobiel nodig is. En hoe moeilijk dat dan ook is om dat te accepteren. Van het moment dat je naar buiten gaat lopen en dat je er last van krijgt als de stoep niet vlak is. Omdat je makkelijker struikelt. Van het moment dat je vrienden je ontvallen, dat het lastiger wordt om jezelf te verplaatsen en dat je ze dus niet meer ziet. Dat zijn dingen die voor ons dus ongelooflijk belangrijk zijn om de effecten die daarmee te maken hebben, om die te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat al die ouderen, dat die zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dus het houdt voor ons in dat het inderdaad onacceptabel is dat ouderen verstoten blijven van zorg, omdat ze de juiste ingang niet kunnen vinden. En zo moeilijk is dat niet. Maar het moet wel georganiseerd worden in die buurten, in de buurt waar het is. En niet alleen digitaal. Zo'n webformulier invullen, dat is voor veel ouderen is dat gewoon een lastig proces. Terwijl een telefoontje plegen veel makkelijker gaat. Belangrijk is sowieso voor ons dat de voorzieningen voor iedereen, voor alle leeftijden oké zijn. En met betrekking tot ouderen speciaal, en dat is natuurlijk dat is het nadeel als je alleen maar aan het einde bent, dan is er al een heleboel gezegd. Tegelijkertijd is dat een voordeel om op in te haken. Ze zijn genoemd de levensloopbestendige woningen bijvoorbeeld. Zorg er nou voor dat mensen langer kunnen blijven wonen. Hè? Want het is niet zozeer, ik hoor mensen zeggen van ja, je moet langer blijven wonen. Ja, gedeeltelijk als de volgende zorg nodig is en daar is geen plek. Maar kijk nou eens naar uzelf. De meeste mensen willen gewoon zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ik wou even vragen dat hier het straatmeubilair zo slecht is. Het straatmeubilair? Dan worden er heel veel activiteiten door de verschillende huizen georganiseerd. Maar je kan er heel moeilijk komen. Ik heb sinds 3 maanden een scootmobiel. Maar de rest is Zandweg. Dan kan ik niet op de fiets, op looppad. Hoe denken jullie over het openbaar vervoer, het railnet, naar Rotterdam toe? Ik zou zeggen, de Spuiboulevard is een prachtige boulevard, maar maakt eronder de sneltram, Zwijndrecht, Ridderkerk, Rotterdam. Je kan een spijkenissen, je kan hem rondleggen. De stad Hasselt in België, die is helemaal vrij om erin te komen. En dan hoef je niks te betalen als tegenprestatie is dat je buiten de stad blijft voor te parkeren. Jullie hebben deze middag georganiseerd als bonden gezamenlijk. Tevreden over het resultaat? Heel tevreden, ik ben heel tevreden. Ik vind altijd dat ook de politieke partijen zich ontzettend goed hebben gemanifesteerd. Ik vind altijd dat er een soort eenheid is en dat ondanks alle verschillen die men heeft als partijprogramma's, dat men toch allemaal wel toch een aantal beelden hebben die goed is voor de gemeente Dordrecht. En ik hoop dat ze elkaar beter kunnen vinden om toch ook voor jong en oud, voor de welzijn van de stad, wat goed te maken. Dus ik verwacht dan ook dat er wel weer goede zaken uit kunnen komen. En dat er met beleid wordt gesproken over wat gaat er doen en hoe gaan we met de gelden om die we tot ons beschikking hebben. Wat is voor u belangrijk? Nou ja, de ouderenzorg. Hè. Ik woon zelf in een oudere instelling en er is geen subsidie meer. Dus het wordt steeds minder wat er gedaan wordt voor de ouderen. En vindt u dat de politieke partijen daar dan voldoende aan doen? Ja, dat hebben ze beloofd, maar of ze het doen moet je afwachten. Ja, de verschillen tussen de partijen zijn qua ouderenbeleid niet zo heel erg groot. Hè? Nee, dat klopt. De verschillen zijn niet zo groot. Alleen het hebben ook te maken met de financiële middelen die ervoor zijn. En wij leggen de prioriteiten neer wat dat betreft. En wat betreft mobiliteit heeft het natuurlijk ook te maken met openbaar vervoer. Dat is een beetje het hot issue hè, hier in Dordt. Dat is voor een hele oude optie, maar ook de verzorging zelf.
Als ik kijk naar de verzorgingshuizen en kijk even naar de wielen waarin we voorheen altijd de maaltijden hadden, warme maaltijden hadden, dat is in december is dat gestopt. Nu heeft een van de wielen heeft weer iemand gevonden die de warme maaltijden gaat doen. Maar mensen hebben juist heel bewust voor de wielen gekozen om zelfstandig langer te blijven wonen. Ja, maar wat kan de politiek daaraan doen? De politiek, nou, men zou dus meer moeten kijken op welke manier je dus die maaltijden weer zodanig kan laten verzorgen dat mensen daar ook recht op hebben. Ligt dat op het bordje van de politiek? Ook van de politiek, want ze hebben ervoor betaald in wezen. Dat zit ook in de huurbijdrage die ze hebben. En nu wordt het weggehaald zonder dat de huur verlaagd wordt. Dat betekent wel dat de kosten die ze hadden in het verleden om de huur en om de warme maaltijd te benutten, dat dat nu verdwenen is. Is het voor u nou allemaal een beetje duidelijker geworden? Jawel, jawel. Ik heb er wel het een en ander van opgestoken. En heeft het ook uw keuze kunnen veranderen? Nou, de partij die u wilde gaan stemmen en nu na afloop? Nee, is niet veranderd. Is het een beetje duidelijk geworden wat de partijen nu willen? Ja, ja. Ja, maar er is weinig gelegenheid van de mensen om wat te vragen. Wij hebben bijvoorbeeld de vraag over de busjes, de nieuwe stadsbusjes. Die zijn elektrisch, wij gaan van de haven van de Noordendijk naar de stad. Ja. Daar zitten maar twee stoelen voor invaliden. En de rest is alles trapjes. Ja, praktisch er is maar niet één toegankelijk. Ingang, erin en eruit. Hopeloos. Je merkt ook vanmiddag dat er best een groot aantal mensen is wat nog niet weet op welke partij dat ze gaan stemmen. Daar doe je het voor. Je doet het ook voor mensen die bereid zijn om op basis van argumenten eventueel een andere partij te stemmen als ze dat zouden willen. Maar je doet het voor een heel groot gedeelte voor mensen die al weten wat ze willen gaan stemmen en die worden bevestigd in hun stem. En dat is vaak het belangrijkste van zo'n middag. Je hebt één deur en als je uit moet stappen komen de volgende al naar binnen. En die busjes, daar zit maar aan deze kant twee zitplaatsen en daar voor invaliden. Daar zit ook een ruimte voor... Alles bij elkaar, het is gewoon een zooitje. Ja, kinderwagens, rollators, wij lopen met een rollator. Kan niet. En wat doet de politiek eraan? Ja, gaat u het eens vragen. Dat had ik wel willen vragen, ja. Maar heeft u dat al gevraagd? Nee, we gaan echt naar huis. Het loopt voorlopig ons busje. Bent u een beetje tevreden met deze middag? Ja hoor, heel goed. En ik heb een vraagje nog kunnen doen en prima. En is het voor u een beetje duidelijk geworden op welke partij u zou gaan stemmen? Ja, heel duidelijk. Mag ik vragen welke partij dat wordt? Maar toen u binnenkwam, had u toen een andere keuze? Nee, ik had geen andere keuze. Nee. Het blijft hetzelfde. Maar ja, het is nog niet zover, hè. Ik moet er nog eventjes dit allemaal door laten dringen. Van hoe en wat, wat is er gezegd. En dat doe ik thuis, in mijn uppie. En dan de 21ste maak je uiteindelijk uw definitieve keuze. Ja, inderdaad. Definitief. Dat ga ik doen.